Voor de eerste zaak in Bureau Brabant gaan we naar Breda, waar een cafébezoek voor iemand eindigde in het ziekenhuis. Ik dacht op dat moment, mijn neus ligt er gewoon af. Dat is het enige wat ik dacht. Nee, mijn neus ligt er gewoon af. En dat had ik nog niet eens gezien, dat ik ook een wond op mijn wenkbrauw had, onder mijn oog. Ja, die neus, dat is het enige eigenlijk wat opviel. Dit is de man die verdacht wordt van deze zware mishandeling. We laten zo meteen meer van hem zien. Het gebeurde hier, in een café in de Halstraat in Breda. Om precies te zijn in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 februari van dit jaar. Die avond was eigenlijk alles weer open, de lockdown was voorbij en we dachten, we gaan eens lekker een hapje eten. Gezellig met z'n tweeën, mijn vriendin en ik. Dus dat waren we inderdaad wees doen en daarna een drankje doen. Wat een normale stapavond was, veranderde voor de man ineens in een drama. Zonder duidelijke aanleiding slaat iemand een glas kapot in zijn gezicht. Het is dan 00:30 s'nachts, net zondag 20 februari geworden. En ik loop naar de wc. Ik doe de wc-deur open en ik zie daar meerdere mensen staan, maar één opvallend type. Ik stond met iemand anders even te praten. Ondertussen hoorde ik op de achtergrond dat iemand op de deur klopte van die wc waar die kerel stond. En die stond op te bonken. Hey, die is open! Die persoon die liep ook weer gelijk door. Die had ondertussen misschien al, ik weet het niet, geplast. Het ging allemaal zo snel. En die deur gaat open en ik draai me om. En uit het niets heeft hij een glas vast. En hij slaat zo hard op mijn gezicht. Ik zakte eigenlijk in en ik kijk in mijn handen en ik zie alleen maar bloed. En ik heb zo hang tegen. Dus ik zie wel, ik kon nog een beetje kijken in mijn ooghoek. Dat ik mensen zag lopen die misschien een poging hebben gewaagd om hem te zoeken. Er zijn geen duidelijke bewakingsbeelden van het incident zelf. Wel hebben we beelden van de daden veilig kunnen stellen. Van in het café, helaas niet al te beste kwaliteit, en van buiten. En die laatste zijn wel veel beter en we hopen dat iemand hem herkent. Het is enorm druk in het café. De meeste mensen hebben we uiteraard onherkenbaar gemaakt. Zij hebben niets met deze zware mishandeling van doen. Hier zien we nog net de verdachte, terwijl hij het café uitloopt, kort na de mishandeling. Camera's van stadstoezicht pikken hem daarna op verschillende plekken op. Volgens enkele getuigen had de dader een DJ Jean-achtig uiterlijk. Het is een blanke man van de jaren 40 tot 50. Hij is niet al te groot, zo'n 1,70 meter tot 1,75 meter lang, wel met een sportief postuur. Verder is zijn haar aan de zijkanten opgeschoren, bijna kaal zelfs. De man droeg een donkere spijkerbroek met de opvallende gaten en printen erop. Verder een zwarte trui met fluoriserende print. En hij lijkt een gele sweater met capuchon te dragen. Duidelijke beelden en een vrij goed signalement van deze man. En vandaag vragen wij uw hulp bij het vinden van deze dader. Iemand met een glas in zijn gezicht slaan kan echt niet. Het slachtoffer had blind kunnen zijn. Deze man wordt gezocht vanwege een zware mishandeling in een café in Breda. Meerdere camera's in de stad pikken de man op kort nadat hij uit het café is weggegaan. Wie is dit? En waar kan de politie hem vinden? Die dader moet gewoon gepakt worden, moet gestraft worden. En wat voor straf dat hij krijgt, dat maakt me niet uit. Maar dat hij in ieder geval beseft dat dit niet kan. Elk beetje informatie dat kan helpen is meer dan welkom. Geef uw tips online door of bel met de tiplijn op 0800 60 70. Wilt u wel iets doorgeven, maar toch liever zonder uw naam te zeggen? Dat kan ook. Daarvoor is er Meld Misdaad Anoniem. De M-lijn kunt u bellen op 0800 7000. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.